Bulken aan informatie uit de Twitter-files en opgevraagde WOP-stukken hebben dit jaar een kijkje achter de schermen gegeven bij verschillende overheden en big tech corporaties. Echter, de waarheid wordt regelmatig ter discussie gesteld, gekoppeld aan extremisme en soms zelfs gezien als een aanval op de rechtsstaat. Igor van Kaam dook voor ons in dit fenomeen en waarin de waarheid steeds meer onder druk lijkt te komen te staan. Je bent NLP-deskundige uit Zuid-Afrika, had ik net al gezegd. Even voor de kijker, wat is een NLP-deskundige? Wat doe je dan? Oké, NLP staat voor neurolinguistisch programmeren, neurolinguistisch. En dat is eigenlijk een hypnosetechniek uit Amerika die ontwikkeld is voor psychiaters en psychologen om heel snel tot diagnose en vooral ook tot het veranderen van de werking van de bovenkamer te komen om rare ziektes als schizofrenie en identiteitscrisis op te lossen. En dat is uiteindelijk opgepakt door onderwijs, management, sales. En uiteindelijk in een soort positiviteitspsychologie verandert. En wat mij betreft nog steeds een van de allerbeste methodes die er bestaan om heel snel van onwenselijke gedachtenkronkels af te komen. En die deskundigheid kan ook worden toegepast in de politiek. Nou ja, je ziet dat het beste medicijn is soms ook het beste wapen. En mijn focus de afgelopen 2 jaar is erop gericht om de NLP-patronen, zoals politici die in hun speeches inbouwen. En dat wordt ook echt op gespind. Hè. Er zijn speciale communicatiedeskundigen die die technologieën ook kennen. Om de luisteraar naar die speeches het hoofd op hol te brengen, zou je bijna kunnen. Heb je ook wel eens een politicus gecoacht, eigenlijk? Nee, zover heb ik het nog niet geschopt. Maar als er één kijkt, bel me eens. Okay. Misschien Mobutu in Zuid-Afrika, of wie is daar nu aan de leiding? Ramaphosa. Ja, dat zou kunnen. Die heeft mijn hulp wel nodig met zijn Pele-Pele-bankstel-schandaal. Ramaphosa. Ja, hier in Nederland kunnen we ook wel wat hulp gebruiken, hoor. Ja. Ja, vind ik wel. Nou, zelfs ook in positieve zin. Ik bedoel, ik volg natuurlijk ook de heer Baudet en Van Meijer in de Kamer. En die gaan wat mij betreft soms heel strak door de bocht. En dat past natuurlijk ook wel een beetje bij het spel wat ze spelen. Omdat ze de Tweede Kamer als poppenkast zien, poppenkasten ze mee. Maar soms in het gesprek en de discussie is het soms wel fijner om in het rapport, zoals we dat noemen, dus in de communicatiestijl van de ander te blijven, om de verbinding te houden. Want anders haken mensen zo makkelijk af. En dan kom je weer op mijn stuk. Dat wordt nou zo vaak gebruikt als stok om mee te slaan, om je voor complottheorist of fascist of extremist uit te maken. Dus op het moment dat je je wat minder extremistisch uitdrukt, je vaak ook veel beter gehoord wordt. Ja. Dus er strategisch ermee omgaan. Nou, laten we even gaan kijken naar een fragment van Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt, om te kijken hoe deze mensen dan worden weggezet in de politiek. Complottheorieën en nepnieuws. Ja, die zijn niet nieuw, maar sinds de coronapandemie lijken ze echt voet aan de grond te krijgen in de samenleving. Het gaat inmiddels zover dat zelfs Tweede Kamerleden vragen stellen naar aanleiding van overduidelijk onware verhalen. Een gevaarlijke ontwikkeling, vinden experts. Er zijn tal van voorbeelden in de afgelopen 1,5 jaar die voorbij komen. Van de WEF, een wereldregering die ons allemaal zou aansturen, tot aan de spionnencollege van onze minister van Financiën. Er zijn complottheorieën die hierdoor onder andere Forum voor Democratie verspreid worden. Vanwege het gevaar van complottheorieën vindt Volt dat partijen die deze verspreiden aangepakt moeten worden. Het kabinet werkt aan de wet die dit mogelijk maakt. In die wet politieke partijen zit ook een partijverbod. En op het moment dat een partij inderdaad moedwillig de democratie en de rechtsstaat aan het bedreigen is, dan moet daar ook uiteindelijk een verbod mogelijk zijn. In hoeverre waren dit eigenlijk goede voorbeelden die hij noemde? Ja, niet. Kijk, het WEF als wereldregering, uit de WOP en de WEF-papers, die onder andere, WEF-papers zijn door FVD heel erg gedeeld. WOP-papers zoeken wij hier onder andere ook uit. Blijkt gewoon dat de vaccinalliantie van WEF, maar ook heel veel andere dingen, ambtenaren bij Rijksinstituties, eigen middelen. Dus het aansturen van de voedseltransitie en alles. Ja. Dat loopt dan weer via Unilever trouwens. Ja. Zit een hoge tante bij Unilever, die is ook weer van de World Economic Forum. En dat is weer het aanspreekpunt van het ministerie van LNV. Wageningen, de Food Hubs, allemaal World Economic Forum projecten. Dus ze zitten er al. Praktijk is dat. Ja. Ja, ik ben op dit moment op LinkedIn met iemand in gesprek en die wil dat niet van mij aannemen. Die zegt, jij komt met stellingnames die je niet kunt bewijzen. Dus, jij hebt jouw informatie niet op orde. Dus ik heb hem wat linkjes doorgestuurd. Maar het punt is wat Laurens Dassen hier zegt ook had je trouwens nog even daarover, had je nog iets van hem gehoord?
Ja, nee, ik ben ook in discussie. Dus, okay. Ik heb net pas gestuurd in de voorbereidingen. Maar ook het Spy College, dat college waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft, heet nou eenmaal in de wandelgangen Spy College. Omdat de Britse geheime dienst daar heel veel mensen recruteerde. Oh. En op een foutje. Baudet, als je zijn woorden letterlijk neemt, natuurlijk wekt hij de suggestie dat, maar als je zijn woorden letterlijk neemt, heeft hij daarin niks verkeerd gezegd. En het feit dat het kabinet daar zo theatraal opstapte, was nogal overdreven. En dan zegt Dassen ook nog dat het een politiek verdienmodel is geworden. Hè, dat ze er electoraal garen bij spinnen. Maar het is juist de vraag, wat is nu precies desinformatie? Nou, die discussie hebben we hier al vaker gehad. Daar gaan we niet verder op in. Maar als je kijkt naar wat er in het begin van bijvoorbeeld de coronapandemie aan oproepen is gedaan en aan maatregelen is genomen zonder enig wetenschappelijk bewijs, zonder enige... Er zijn grondrechten geschonden. Niks klopte. Ik zie meneer Illy nog tegen Mike Verest bij Op1 zeggen van... ja, maar als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander. Nou, daar is natuurlijk buiten gekomen dat het helemaal niet getest was. Dan denk ik, ja, maar wie verspreidt hier nou desinformatie? En iemand die dan roept dat een partij op basis daarvan verboden moet worden... die past helemaal niet in een democratisch bestel. Ja, hoe vond je het dat hij het NLP technisch deed op tv? Ik weet trouwens niet eens wie Laurens Dassen. Wat is hij trouwens? Hij is een gezellige Brabantse hockeyjongen die het Europese clubje vertegenwoordigt binnen het parlement. Ja. Of Volt is dat? Volt. Volt. Nog nooit van gehoord. Nou, ja. Ja, Laurens Dassen die zei het is een verdienmodel. Maar in hoeverre is het niet omgekeerd hetzelfde? Dat het is natuurlijk. Het is heel leuk dat zij... Hij brengt het eigenlijk als complot. Hè? Hij vermoedt een win-win situatie voor Baudet en Van Haga en Van Meijeren. Maar door dit te stellen, schetst hij ook een complot. Het is weet je, met het idee, want het woord complottheorie, dat weten weinig mensen. Ik heb het net nog even uitgezocht. Dat is bedacht door de CIA in 1964 in een onderzoek naar de moord op Kennedy. Als ik even inbreek. Het verdienmodel. Ik bedoel, die linkse partijen, die hebben toch aan die verdienen... met die hele klimaathysterie verdienen ze ook... al die linkse clubs verdienen ze ook miljoenen en miljoenen... aan loterijgelden en subsidies. Klimaatcrisis is ook een complot. Toch ook een verdienmodel en ook een complot. Van een samenzwering om burgers geld af te nemen. Maar het is een beetje een psychologisch stempel wat je iemand geeft. Oh, je bent een complotdenker. En met andere woorden, dan degradeer je tot niets. En dan is de discussie dood. Dus de communicatie verbreekt op basis van die En hij heeft het over moedwillig de democratie aantasten. Hè? Alsof wanneer bijvoorbeeld, ik noem maar wat, iemand van de FVD een kritische vraag stelt of wil weten hoe het zit met WEF... Dat dan meteen democratie ondermijnend zou zijn. Terwijl er wordt gewoon gevraagd, hoe zit het nou? Ja. Wiebe van Haga stelde een vraag over de 750.000 euro die Jaap van Dissel... ontvangen zou hebben. Nou, dat bleek achteraf een nepdocument dat Erik de Vlieger in de ether had geslingerd met veel bombarie. Maar dan is het een taak van een volksvertegenwoordiger, nog voordat die waarheid bekend is, om daarover vragen te stellen. Ja. Was dat binnen een 3 dagen opgelost, had hij die vraag misschien nooit kunnen stellen. Maar het hing zo in de lucht. En dan ga je daar als volksvertegenwoordiger namens jouw kiezers, hij zal er ook ongetwijfeld ook vragen vanuit zijn achterban over hebben gehad, stel je die vraag. Dat is je niet alleen je recht, maar ook je plicht als volksvertegenwoordiger. En dan zegt meneer Dassen, ja, zo'n partij moet verboden worden. Ja, dan ben jij aan het censureren. En dat is het hele grote probleem, maar daar gaat mijn hele bijdrage eigenlijk ook over. Het censureren van de waarheid, het censureren van het feit dat de waterturbines de palingen kraken. Het censureren van het feit dat we dan toch maar geen onderzoek doen naar het verband tussen vaccins en... Het wordt allemaal onder tafel gemoffeld en dat zie je hier ook. Nou, onder tafel gemoffeld, het is gewoon... Ik denk dat het puur een geldkwestie is. Juist omdat die clubs zoveel geld hebben, herhalen ze steeds het ene feit, maar het andere wordt nooit benoemd. En dan zie je dus ook, er wordt een heel vals beeld eigenlijk geschetst van... als was er vroeger in een natuurlijke situatie, wemelde van de palingen. En doordat de vissers kwamen en mensen is het allemaal... Ja. Hè, dus die versie wordt de hele tijd ingehamerd. Ja. Maar en dat wordt de realiteit. Maar inderdaad, het is ook een vorm van desinformatie. Want zou je, zoals die geleerde palingvisser heeft gedaan... graaf je in die rapporten, dan zie je dat het op zijn best op drijfzand is gebaseerd. En in plaats van daar dus naar te kijken, blijft men dat herhalen. En... zegt men ook, dat is de wetenschap. Dus die volgen wij. Het is hetzelfde met jouw grafiek, hè, van die palingvisser, die rechtsman. Als je die omkeert,
dan zou bijvoorbeeld, hè, sinds 1850 was het heel koud. Er was een korte ijstijd. Dus dan zou die, als je hem omkeert, is het heel laag. Maar in de middeleeuwen was het veel warmer. En we zijn eindelijk weer een beetje qua temperatuur op het niveau van de middeleeuwen. Maar klimaatcritici kijken nooit verder dan 1850. Zeg, ja, sinds 1850 is de temperatuur gekomen. Nou, nee, het zit iets anders. Maar ja, je wijst wel op een leuk onderdeel. Dat doe ik ook bij mijn cursus bullshit detectie. En er is een belangrijke regel. Die had ik ook al bij die palingrafiek genoemd. He, en dat is van Aaron Wildavsky. But is it true? En een hele belangrijke regel om te toetsen of iets nou goede of slechte wetenschap is: vary the baseline and see if the conclusion is robust. Wat houdt dat in? Kijk, je hebt zo'n grafiek. En ze zeggen, dit is dan 1990 en daar is het heel hoog. Maar ja, als je inderdaad maar tot 1990 kijkt en daarna nam het in één keer weer af. Dat is ook wat die palingvisser zei, van ja, die palingstand ging altijd op en neer. Maar als je hier kijkt, op de berg, en je zegt, oh, het is met 90% afgenomen. Maar zou je inderdaad weer terug in de tijd kijken, hè, vary the baseline, krijg je een hele andere conclusie weer. Ja, ja. Dus dan is zo kun je ook met wetenschap manipuleren. Ja. Dus je laat de helft zien. Eigenlijk worden data gewoon misbruikt om een bepaald verhaal voor het voetlicht te brengen. Je kunt het draaien en keren zoals je wil. En in hoeverre gaat de media hierin mee? Nou ja, wat we dus net ook in het verhaal van Trouw hebben gezien. Hè, dat journalisten zijn, naar mijn idee, heel makkelijk in het aannemen van informatie van de grote instanties, die het dan wel zouden moeten weten. En voeren zelf heel weinig kritisch onderzoek uit. Maar doen de zogenaamde alternatieve media dat toch ook niet stiekem toch nog een beetje? Want heel vaak is dat toch het leveren van commentaar op nieuws uit de mainstream media. Ik kan het woord mainstreamen nog weghalen. Dat zijn toch de media. Dus dat je daar stiekem toch, omdat het instituties zijn die je gewend bent en die je vertrouwd zijn, dat je daar toch meer gezag aan toekent. Dat is een normaal menselijk mechanisme. Dat is ook zo leuk, weet je. En, maar dus je kunt kijk dan even niet naar Ongehoord Nederland als omroep. Mm-hmm. Je moet dan weg. Terwijl die net die andere lamp erop schijnt. Hè? Vanuit de standaardreactie komt de D66-lamp erop. Nou, dan komt er een keer een FVD of een PVV-lamp op. En dat mag dan niet. En dan denk ik, dat maakt het medialandschap zo mooi. Maar ja, dat komt omdat er alleen nog maar liberalen zijn in Nederland. Dus je zou weer nieuwe zuilen moeten hebben. Dus dan moet je ook gewoon rabiate conservatieven moet je er weer bij hebben. En je moet liberalen, dan kom je in een D66-hokje. Echte ouderwetse socialisten zou je weer moeten hebben. En die kunnen al elkaars nepnieuws herkennen. Ja. Oké, maar nog even door op dat stuk van Laurens Das. Volgens mij nog een tweede afbeelding die we de kijkers kunnen laten zien. Ja, een artikel van Eén Vandaag. Ja, ja, laten we er even naar kijken. Het gaat over waarom complottheorieën genormaliseerd worden in de Tweede Kamer. Ja, dit stukje had ik al gezegd. Het is een politiek verdienmodel geworden. Ja, dat had ik in de vorige gezegd. Hè. Inmiddels worden ook in de Tweede Kamer door politici vragen gesteld. Dat het ging enkel over die €750.000 van Dissel. Want ik heb vragen gesteld over verhalen die evident niet waar zijn. Maar dat bleek pas achteraf. Dus tot die tijd was het een open vraag over een openliggende kwestie. Weet je, dus, en zo wordt die stikstofcrisis bestaat ook niet echt. Maar ja, dat is een juridische crisis, maar er worden ook vragen over gesteld. Ja. Tenminste, hetzelfde verhaal eigenlijk, maar ga verder. Maar er is hoop. Als ik met mensen praat over, ik had laatst iets op mijn Facebook gedeeld over Baudet en dat hij, mooi verhaal dat hij afstak, eigenlijk zijn plaats in de oppositie in ieder geval wel verdient en zeker niet verboden zou moeten worden. Dan komen er mensen naar me toe en zeggen, ja, jij promoot Baudet en En dan zeg ik ook voor alle mensen die mij kennen en die vanavond kijken en die vrienden met mij zijn, luister nou gewoon eens anderhalf uur naar die man. Probeer voor hem inside eens te kijken. Filter even door de Meursault en het beetje Adenhoutse hockeygebrabbel heen van Baudet, want dat doet hij wel. Maar dan zul je merken dat er een verhaal in steekt wat zo integer is en zo mooi. En dat zie je ook als je het over Donald Trump hebt. Ik hoor dat zelfs in Zuid-Afrika. Laatst ving ik zo'n eardrop gesprek op van een meisje. Ik kon er wel met haar hoofd door de bord spaghetti heen sleuren. Zo'n oneerlijk verhaal over Trump. En als je goed naar die man luistert en je luistert een beetje door zijn stem en zijn, ja, weet je, hij is een beetje een grote hamburger heen, dan is het best. Dan kan ik er bijna geen speld tussen krijgen wat hij zegt. Nou, laten we even gaan kijken naar een fragment wat jij hebt meegenomen van Trump. Wat Trump zou willen doen, wat zijn voornemens zijn op de eerste dag van zijn presidentschap, mogelijk presidentschap in 2024. We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple. Just like dominoes, one by one, they'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime
and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Ja, even los van of je voor Trump bent of tegen Trump. Wat hij hier eigenlijk zegt, daar kan je niet tegen zijn, toch? Het rotte systeem dat censuur in stand houdt om dat tegen te gaan. Ja, alleen wat ik misschien net al gezegd heb, ze zijn bang dat die democratie omver gegooid wordt. Maar die democratie die zij aanhangen, de left, hè, there's nothing left, zei hij toevallig net. Dat is een leuke NLP-woordspeling, nothing left. Everything's right. De democratie die zij in stand willen houden, is die van één keer in de vier jaar naar de stembus en verder je mond houden. Maar ja, we weten allemaal dat verkiezingsbeloften vaak gebroken worden. Je ziet het bij ons nu helemaal, dat het kabinet wat wij 2 jaar geleden gekozen hebben, dat zit er niet eens. Ze zijn op het oude kabinet doorgegaan. En het doet maar, en het doet maar, het doet maar. Hij zit er met een torenhoge energierekening. De boeren klagen steen en been. Inflatie, onder de tafel schuiven van fatsoenlijk medisch onderzoek. En Nederland lijkt het allemaal maar zo te pikken. In Zuid-Afrika gingen ze de straat op, hoor, kan je verzekeren. Wat Trump hier doet, dat vind ik dus ook zonder een partij voor hem te trekken. Hier kun je niks tegen inbrengen, volgens mij. Alleen, op het moment dat jij vindt dat je... En dat is eigenlijk wel een mooie theorie. Ik heb als recruiter vroeger gewerkt. En wij deden de DISC-theorie om mensen te categoriseren. En bij de DISC heb je de D en de I bovenaan en de S en de C onderaan. Dominant, inspirerend, sociaal en... Ja, dat heet consentieus, maar dat zijn eigenlijk de computermensen. Die onderste helft zijn mensen die de vaste overtuiging hebben dat zij speelbal zijn van het lot. Dat zij geen impact hebben op de samenleving. De sociale en de computermensen. Ja, en de mensen daarboven die zijn juist de mensen die denken, ik regel het wel even. Die onderste groep vindt het heel fijn dat er een overheid is die de wind uit de zeilen neemt, het vuur dooft en het pad plaveit. Zou je die ook kunnen indelen in links en rechts? Ik denk dat als je dat... onderste stroom? Dat zou eens onderzocht moeten worden, maar dat de meeste mensen die rechts stemmen of midden stemmen, veel meer in die dominante en inspirerende groep mensen zit. Hè, de ondernemers en de bazen en de grote schreeuwers. En dat daaronder, zeg maar, dat zitten wat meer de sociale mensen. De academici zitten wat meer daaronder. En dat zijn mensen die vinden die gedijen op gehoorzamen, op het volgen van het protocol en de regels. En daar voelen ze zich ook veilig bij. Dus die discussie hebben we waarschijnlijk tot het einde der tijden. Moeten we nou die vrijheid die Trump zo promoot opengooien? Of vinden sommige mensen dat zo eng dat er enige mate van controle en beheersing moet zijn? En hoe ver moet die dan gaan? Moet er niet gewoon allebei zijn? Nee, natuurlijk. Alleen als je heel goed luistert naar Trump, dan zegt hij, ik wil wel censuur, maar dan voor mensen die liegen. Of mensen die... Wie bepaalt dat? Dan krijg je weer diezelfde discussie. Ergens in zijn verhaal gaat hij op dingen zoals child exploitation. Hij zei, dat moet verboden worden. Want hij refereert eigenlijk aan Elon Musk. We zien dat misschien zo in beeld. Elon Musk heeft onder andere deze week naar buiten gebracht dat bij Twitter alles rondom child exploitation, dus kinderporno, dat niet binnen de violation of the Twitter rules viel. Dat heeft hij naar buiten gebracht. Dat is heel heftig. Dus er werd wel heel erg gecensureerd op pro-Trump of op anti-corona enzovoort enzovoort. Maar alles wat met child trafficking te maken heeft, dat viel niet binnen de limieten. We zien hier de tweet in beeld. Een tweet van Musk. Dan zie je follow en dan een wit konijntje. Ja. En
Waarom is dat opvallend? Wat bedoelt hij hiermee? Nou, ik heb geen idee eigenlijk. Er staat een woord en een emoticon als je follow het heel plat slaat. Follow the rabbit, dat kan met de rabbit hole zijn. Hij is natuurlijk in het konijnenhol van Twitter nu aan het duiken. En is daar allerlei secret documents naar boven aan het trekken. En in de film The Matrix komt dat ook voor, hè? Wist je dat? Follow the rabbit. Dus dat, dan gaat de hoofdpersoon ook. Dus komt op die manier achter de waarheid. Hij zegt in principe niks. Natuurlijk, het zal er wel een boterham zitten. Maar journalisten spinnen dat meteen. En vervolgens is er zo'n Nederlandse journalist. Ik kan haar naam nooit onthouden. Rosalie. Van het NRC. Ja, en die begint dan. Ik wil het weer even in beeld brengen, want ik wil ook nog even een quote eruit halen van het artikel. Ja. Dat zien we rechts onderin. Misschien kan jij het voorlezen. De tekening van een wit konijntje en het woord follow daarvoor. Dat stukje bedoel je, denk ik. Hè? Het konijntje lijkt te refereren aan de White Rabbit uit het kinderboek Alice in Wonderland. En die is weer symbool van het wespennest aan samenzweringstheorieën. Daar heb je ze weer. Dat QAnon wordt genoemd. De kern van QAnon. Er is een samenzwering van pedofiele kannibalen in de Verenigde Staten. Nou, dat is weer heel leuk overdreven gebracht. Ja, pedofiele kannibalen. Maar heel veel van QAnon was ook gewoon bullshit. Nou ja, en ik denk ook dat het een beetje hele ruige mannen zijn die absoluut wel bijzondere ideeën hebben over de samenleving. Maar het is zo leuk, er wordt altijd cherrypicking gedaan in de extreme. Dat doen wij misschien ook wel een beetje aan de andere kant. Ze doen het ook in de Tweede Kamer, cherrypicking. Cherrypicking, ja. Maar het punt is, Elon Musk is natuurlijk nu. Hij viel bij mij wat later. Elon Musk is dingen naar boven aan het halen die feitelijk waarheid zijn. En wat gebeurt er op? Ik zie het op LinkedIn deze week gebeuren. Ik ga van Twitter weg, want dit is een bedreiging van onze rechtsstaat. Als de waarheid een bedreiging is voor de rechtsstaat, is de rechtsstaat gebaseerd op een leugen. Dat kan niet anders. En dan wordt de leugen nu ontmanteld. En ik denk dat Laurens Dassen van Volt en Sigrid Kaag en Rutte en heel die kliek, die zweten peentjes. En dat Thierry Baudet heeft dat een maand of vier geleden ook al voorspeld. Zonder hem daarover weer op te hemelen. Maar die zei, als Elon Musk daadwerkelijk Twitter gaat overnemen, want dat hing toen nog half, gaat het wel door, gaat het niet door, dan gaat hij enorm zwart gemaakt worden. Het risico van desinformatie zie je hier. Dit is een tweet van Wiemer Sjoerdsma van D66... die naar aanleiding van de bom die op een dorpje in Polen viel een tijdje geleden, 15 november zien we staan, meteen twitterde. Het gebied van Oekraïne. Ja, daar staat hier: condolences to our Polish friends for their losses. We stand side by side with Poland. This is heinous crime. This Russian rocket attack must be condemned. Het was geen Russian rocket attack. Zelensky belt met een rood hoofd naar Biden. Biden staat bij wijze van spreken al met één hand boven de knop om de derde wereldoorlog te starten, totdat Biden gelukkig in een helder moment beseft, oh, maar we hebben nog geen bewijs. Uiteindelijk bleek dus vrij snel, godzijdank, dat het Oekraïens afweergeschut was, wat de verkeerde kant op gevlogen was. En is die nuclear war met Rusland niet gestart. Maar dit is het gevaar van desinformatie als dit soort Sjoerdsma-types daarmee aan de gang gaan. En desinformatie aan de kant van de machthebbers is veel gevaarlijker dan desinformatie van oppositiepartijen. Los van het feit dat we überhaupt, denk ik, niet moeten streven naar desinformatie, laat staan moeten praten over desinformatie. Maar dit was er bijna gebeurd. En het is dat ze er op tijd achterkwamen dat het een eigen raket was. Anders denk ik dat er nucleaire vergeldingsmaatregelen waren getroffen. En dan hadden we nooit geweten hoe Rusland daarop gereageerd. Maar wat bepleit je nou? Het recht om ernaast te zitten? Dus zelfs voor D66'ers als Wiemer Sjoerdsma, mag ik mij ook namens Friesland excuseren voor het feit dat hij toch uit Friesland schijnt te komen? Dus hij is niet één van ons, hoor. Niet één. Fries is een Fries, hè? Het gevaar is dat op het moment, want Sjoerdsma zit ook in een rabbit hole. Maar die rabbit hole die is alles wat niet-Europees is, niet woke is, niet inclusief is. Nee, maar is dat mag toch als je dan maar het recht om met elkaar oneens te zijn en het recht op fouten te maken. Ja. Dus inderdaad, dus je zegt gewoon die hele repressiewetgeving waar men een partij verboden, dat moet gewoon van de baan. Tuurlijk. In een democratie moet alles gezegd kunnen worden, zolang het niet buiten de wet gaat. Hè, gaat het over drugs. Ja, maar ze maken nu al een wet waarbij dan, de wet is ook niet zalig maken. Nee. De wet zit vol fouten. Daarom hebben we wetswijzigingen. Igor van Kaam, dankjewel voor deze bijdrage. Dankjewel.